Een stem uit de hemel. 6 dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zeide tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten we 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van een wolk over hen. En uit de wolk klonk een stem: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden te harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. En ze vroegen hem: waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde: Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles. Maar over de mensenzoon staat er geschreven dat hij veel moet lijden en met verachting behandeld zou worden. Ik zeg jullie, Elia is al gekomen. En ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat.